Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief en en geen financieel advies. We gaan kijken naar de koersen. Die zijn toch wel bergs gesloten vorige week. Op de S&P 500, maar ook voor de maandelijks op Bitcoin. Wat kunnen we de komende maand verwachten van de koersen? We gaan het bekijken, in ieder geval, en wat nieuwtjes. En vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En druk daarbij op het belicoontje, dan krijg je een melding wanneer ik de nieuwe video upload. Zoals jullie in de afgelopen maanden hebben gemerkt, kan het wat minder consistent zijn op welke dag ik het doe. Vandaag 3 oktober, en pas op voor de spammers en scammers onder in de comments. We beginnen even met de agenda. En eigenlijk verschillende dingen, maar ik denk dat de belangrijkste de non-farm employment change zijn. De unemployment rate vrijdag om 14.30 uur. 30. De rest van de dingen die zullen niet een hele grote effect hebben op de markten. Dus vrijdag 14.30 uur. 30. Betekent niet natuurlijk dat er nog geen andere dingen kunnen zijn. Want als we zo direct het nieuws erbij pakken, dan komt daar weer wat interessants uit naar voren. Want er is een heleboel gaande. Vandaag is er een board meeting van de Fed. En op Twitter wordt dit ja, Mensen zeggen dat dit een, een emergency meeting is. Maar dat is niet zo. Dat is fake news. Dit is een uh, meeting die zij gewoon elke maand hebben. Dus niks spannends aan. Afgelopen week was wel weer erg interessant, natuurlijk. Bank van Engeland die heeft de geldprinters weer aangezet. Omdat er een acuut uh, pensioendrama was. Dus die uh, konden omvallen, die pensioenen. Uh, die konden geliquideerd worden. Dus hebben ze de printer aangezet. En het interessante is nu natuurlijk. Ze zijn uh, de rentes aan het volgen omdat ze de uh, inflatie willen bestrijden. Tegelijkertijd zetten ze nu weer de printers aan, die een probleem zijn waardoor die inflatie is ontstaan. Dus het is dweilen met de kraan open zo. Um, en kijken hoe dit zal gaan Ge, ja, aflopen, eigenlijk. Maar ze konden niet anders dan uh, die printers weer aanzetten, want ze moesten die pensioenfondsen redden. En dit betekent dus ook dat er nu inmiddels dingen aan het stuk, zijn, uh, stuk gaan zijn. En dat is ook het doel van de verder in mijn ogen. Maar dit is slechts het begin in mijn ogen. Dus er komt nog meer aan. De volgende die uh, aan de beurt kan zijn, en dit is uh, nog steeds een gerucht, die weten we nog niet zoveel van. Ik ben ook heel benieuwd hoe de markt hierop op zullen reageren als ze vanmiddag openen. bij Credit Suisse, dat is een van de grotere systeembanken wereldwijd. Um, ja, die op een kritisch moment zit. Van falen of niet falen, dus dat gaat ook bijzonder worden. Als dit bekend wordt dat het inderdaad zo is, dan is het goed mogelijk dat we een flinke rode golf gaan zien. Hier een hele interessante uh, vergelijking, eigenlijk. Um, 2008, dat is die. Uh, ja, wat voor kleur is dat? Laat het weten onder de comments, iets van goudachtig. Maar um, we zitten dus in rood, ziet, uh, zie je de stocks die we uh, in 2022 kennen. En je ziet eigenlijk dat we de vorige, hè, 2008, vrij nauwkeurig volgen. En dat betekent dat we. Potentieel, hè, niks is zeker, dat we nog flink veel rood, rood te gaan hebben. Dus iets om in je achterhoofd te houden terwijl je aan het investeren bent. Dollar cost average enzovoorts. En ook in Nederland weer bijzonder 17,1% jongens. Dat is uh, insane. Hè. Dat 17,1% inflatie. Alles wordt flink duurder. En in augustus was het al 13,7%. En dat was ook al een record dus. Ja, de dingen gaan stuk. En dat is het doel van de vet nogmaals, in mijn ogen. Uh, de vraag is: is dit genoeg of moeten nog veel meer stuk? Dan de grafieken. Um, elke dag doe ik in de Premium Discord groep een update. De link daarvan vind je onder in de video. Dus gisteren ook de update over de maandelijkse op de SP 500. He, flinke rode candlestick. Ik denk persoonlijk zelf dat we pas rond de 3500, daar zit wat samenvloeiing, dat we daar een bounce kunnen krijgen. En dat betekent dus dat we deze week waarschijnlijk nog rood gaan zien. Uh, op naar de paarse lijn, de 50 moving average, die rond de 3500 dollar zit. Als we kijken naar de wekelijkse, zien we dus dat de 200 wekelijkse. Wekelijkse moving average aangetikt wordt. We zijn er als je inzoomt net onder gesloten. Dus dat is een gevalletje. Nou, zijn we echt bearers op de wekelijkse, of is het net een redding? Persoonlijk denk ik ook hier dat we verder door kunnen gaan. Richting de 0,5 Fibonacci 34,97. En daar zouden dus potentieel, hè, als dat lukt. Dat, is nog, uh, dat kan nog weken duren voordat dat bevestigd wordt. Zouden we bullish divergentie kunnen krijgen. Maar nogmaals, dat kan nog weken duren. Dus de S&P 500 op de maandelijkse en op de wekelijkse zien er niet goed uit. De dollar. Als we kijken naar de maandelijkse, zitten we in een groot opwaarts blauw kanaal. Zoals je hier ziet. We worden hier afgewezen op die 115, wat een horizontale, kleinere weerstand is. Ook een uh, mooi rond getal, eigenlijk. En dan zit hier wat weerstand op de 113. Dus we zijn er boven geschoten, maar er weer onder gesloten. Ik zie hier in ieder geval ook een parabolische beweging. En ik denk ook dat we hier in ieder geval op zijn minst nog de bovenkant van het kanaal kunnen aantikken. Richting de 118 tot 120. En ook hier zie je dus horizontale weerstand. Wat een sterke weerstand zou kunnen zijn voor de koers. Uh, mijn inziens nog niet afgelopen. En kunnen we in de markten nog meer rood verwachten? Op de wekelijkse zien we wel dat er een uh, shooting star-achtige type candlestick is ontstaan. Dat zagen we drie, vier weken geleden ook. Toen kregen we iets van consolidatie. Hè? We hebben ook een versterke run gehad. De wekelijkse RSI was ook weer overbord. Dus we zouden iets van consolidatie en wellicht groen kunnen krijgen... voor de S&P 500 en, en Bitcoin. Maar mijn inzien zal dat meer afhangen van hoe dat van de week... of eigenlijk vanmiddag zal gaan openen... met het nieuws van de Credit Suisse Bank. Maar goed, uh, dat is in ieder geval wat de Dixie laat zien... En nu is het afwachten of dat zo is. En hier nogmaals op de maandelijkse, zie je eigenlijk: ja, het is gewoon een sterke parabolische beweging. De RSI die is wel flink overbord. Maar zoals je ook hier ziet, en eerder kun je dat ook zien: eh, kan die hoger. En een parabolische beweging die eindigt vaak met een blow-off top. En ja, dat zien we hier absoluut niet. Dit is gewoon een, uh, ja, een wik aan de bovenkant. Consolidatie is mogelijk. Maar het suggereert in ieder geval hè, dat het momentum nog steeds met de bols is. Ook als we kijken naar de wekelijkse eh, trouwens, heb je gewoon een low, een high, high low. High high. High low. High high. High low. High high. high, 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 high Oftewel, er is gewoon nog steeds een sterke uptrend. En als we nog even kijken naar. De SP 500 versus Bitcoin. Want als de SP 500 dus verder doorgaat naar beneden. Kijk, Bitcoin doet gewoon eigenlijk mee. Hè? Je ziet hier eigenlijk dezelfde vorm. Hè? De tijden zijn net iets anders, maar de vorm is hetzelfde. Dus als de SP 500 hier naar beneden uh, gaat, dan verwacht ik ook dat Bitcoin mee zal gaan. Ook al houdt Bitcoin zich eigenlijk vrij sterk de afgelopen dagen ten opzichte van de SP 500. Eentje die ik nog niet had meegenomen is de NDX. En we zien ook dat de, de correlatie van Bitcoin met de NDX net eigenlijk wat sterk is. De NDX is de NASDAQ. Hier zijn we al aanbeland op de 50-moving average op de maandelijkse. Een support die ook moet worden gehouden, want anders is er eigenlijk gewoon niet zo heel veel support meer. Dan kijk je op de maandelijkse horizontale support richting de 7765. En dan kijk je dus hier naar de 100 moving average als volgende target. Want dat is ook wat we zagen in eerdere bear markets. 2008 zagen we dat niet, omdat de 100 moving average nog boven de 50 zat. Maar als we kijken naar 2000 bijvoorbeeld, hielden we support hier op de 50 moving average. Toen die werd verloren. Zijn we doorgegaan in richting de uh, 100 moving average en zelfs de 200 moving average? Dus het kan echt heel erg slecht gaan aflopen um, in de komende maanden als we die support verliezen. Als we kijken naar de wekelijkse, is hij meer bearish dan de SP 500. Hier zien we dus um, dat. Nou, ten eerste, deze ascending broadening wedge die heeft ook zijn technische target gehaald, is er nu ondergeschoten. Is dus ook hier in, in dit geval onder de 200-wekelijkse moving average gesloten. En dit is een belangrijke support, want elke keer als die verloren wordt, gaan we dieper in het rood. Dus hier was het nog support, hier flink nog boven de support geweest. Eigenlijk moeten we helemaal dus terug naar de crisis van 2008, waarbij we de 200-wekelijkse moving average verloren. En toen kreeg je dus een grote rode flush in een korte tijd eigenlijk. En ook in 2000 gebeurde dat. Verlies van die 200 wekelijkse moving average is gewoon no bueno. En dus dat staat ons in mijn ogen ook nog ja, te wachten eigenlijk. Um, en ja, nu moet ik even kijken hoe dat zich zal gaan afspelen in de komende weken. Niks is zeker natuurlijk, maar dit wijst er wel op. En voor het bullish scenario willen we dan eigenlijk zien dat dit snel uh, reversed, hè? dus dat je hier eigenlijk een bullish engulfing candlestick krijgt deze week en weer boven die 200 wekelijkse moving average sluit, hè, dan is dit een deviatie. Je kunt natuurlijk ook een paar weken hieronder blijven en dan er weer boven komen. Dat zou weer bullish zijn, maar zolang we onder die 200 wekelijkse moving average zitten is, uh, uh, moeten we de bearish pad ophouden uh, totdat we een bodem krijgen en dat is dus hè, mogelijk rond hier de 9.000 en op de maandelijkse was dat iets dieper um, hier zo rond de 7.700. We gaan het zien in ieder geval. Bitcoin op de maandelijkse ook geen sterke maand gehad. Het heeft hier um, uh, geprobeerd uh, de, 50 uh, sorry, de 50 maandelijkse average te breken. Is daar keihard op afgewezen. In mijn ogen is dat een bearish teken. We zijn ook voor het eerst um, ja. Ooit, sowieso, zijn we gesloten onder een vorige top. Dus het is marginaal wat dat betreft. Hè. Dus het is er net onder gesloten, maar toch het is er onder gesloten. Dus de top lag hier op de 19.666. En daar zijn we nu dus onder gesloten vorige maand. In mijn ogen een bear steken. En uh, hebben we ook eigenlijk dus die support hier verloren. En nu gaan we deze maand kijken of we daar verder kunnen doorzetten. Volgende supportpunten die komen dus pas in hier. Rond de 13.880. Volgende support ook uh, de 12.600 ongeveer. De 100 moving average op de, um, uh, dat, op de maandelijkse. Uh, dus deze groene box, dat zou een uh, target kunnen zijn voor één. Uh, een DCA moment, maar ook voor een bounce. We zouden daarbij eigenlijk dus uh, vanaf die bounce weer terug kunnen gaan richting deze logie 17.000 tot misschien de 20.000, voordat dat voortzet. En dat is dus even afwachten hoe dat in de komende maanden zal lopen. Breekt deze support nou ook in één keer? Dan is dat ook niet al te best. Dan gaan we door naar de 10.700 ongeveer, hè, de maandelijkse support die daarna komt. En even kijken. Hè, dus dat was, hier was dat eigenlijk weerstand, 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 weerstand. Uitbraak, support gemaakt door naar boven. Dus dat zou het volgende punt zijn uh, waar we een sterkere uh, punt van bounce kunnen krijgen en support. En ook als die breekt, hè, en ik weet niet of het gaat breken, niemand die het zeker weet. Maar stel, die breekt wel, ja, dan moeten we ons hart vasthouden voor 6400. Een heel mooi koopmoment als we daar komen. Bitcoin op de wekelijkse. Ook nog niet heel erg sterk, ook hier onder die uh, highs gesloten van de 2017. Er is wel bullish divergentie hier op de wekelijkse, dus we zouden deze week nog wat meer groen kunnen krijgen. We zien ook dat er op de wekelijkse uh, inverted, er een inverted hammer is en dit is ook uh, door een van de leden in de premium discord groep gedeeld. Hè, die uh, bullish divergentie, inverted hammer candlestick. Um, het is niet sterk de situatie zoals ik het op dit moment zie. Eh, we hebben gewoon die support verloren. Eh, we houden het op dit moment nog wel, maar ik verwacht eigenlijk dat we gewoon meer rood gaan zien. En eh, inverted hammer, potentieel bullish divergentie, maar dit hoeft niet altijd te leiden tot meer en veel groen. Een eerdere inverted hammer die we namelijk ook zagen op support was deze. En dat was in mei 2022 en daarna kregen we dus een flinke crash. Dus we gaan het zien in ieder geval. Uh, wekelijkse ziet er nog niet heel erg sterk uit. Wanneer kunnen we weer boelig zijn? Is een vraag die ik dan vaak krijg. Nou, dat is in mijn ogen pas als we één deze rode neerwaartslijn kunnen breken. Hè, dus echt erboven boven komen en dat eigenlijk ook support houden. En ik wil eigenlijk ook zien dat we de 200 wekelijkse moving average en de weerstand hier op 25.000 ongeveer dat we dat gaan breken. Dus zeggen we uh, 23 tot 25.000. Dit hier. Dat moeten we echt breken, support houden en dan kunnen we weer spreken over eventueel een nieuwe bolcyclus. Maar gezien de macro-economie is het gewoon zeer onwaarschijnlijk. En nogmaals, moeten we meer rood verwachten. Hey, als jullie de video's hebben gezien van de afgelopen weken en maanden: mijn main target zit hier op de 12.500. Ook die 100-moving 100 average op de maandelijkse. Um, he, dus die regio hier tussen de 14.000 waar die support zit, uh, 10.000, 12.000. Dit is echt wel een uh, regio waar de koers naartoe kan gaan, eventueel een bounce kan hebben en dan door naar beneden. Ik en of we dan doorgaan naar beneden, dat is weer een andere vraag. Maar stel, dit is de bodem, he, dit hier. Dan gaan we die opnieuw opzoeken. Dat is gewoon wat we vaak doen. Dus wat we ook hier hebben. was een Adam Eve patroon. Hè, maar daarbij werd de loos hier, hier opgezocht. Dus je kunt op z'n minst verwachten dat we die 14.000 tot 10.000 opnieuw zullen gaan testen. Um, en dan wellicht iets van een uitbodemingsprocedure. Uh, of procedure, uitbodemingsproces uh, zullen gaan krijgen. Dus zelfs als je hier niet koopt, krijg je vaak de kans om later nog een keer te kopen. Bitcoin op de futures grafiek. Er is een kleine gap ontstaan tussen de 19.190 en de 19.425. En 75% van de gevallen. Vullen deze gap zich binnen dezelfde week. Dus dat zou nog een klein pumpje kunnen geven. Bitcoin hier op de dagelijkse. Ook hier nogmaals. Hè, we hebben die rode neerwaartse lijn. Als we daaronder zitten. Is er niks om bullish over te zijn. En ja, de koers zit eigenlijk al een tijdje gevangen hier. Tussen de. Ja, laat zeggen dollar zeggen. $19.000 hier. En de. 19.600, al iets meer dan een week. en We zijn hier wel boven geschoten, maar onder gesloten kunnen we hier boven de 19.600 komen en sluiten. Dan kunnen we nog een pump verwachten richting de 20.500 en de 20.800. Dat is deze weerstandsbalk. Kunnen we daar boven komen, dan kijk je naar de 22.500 tot 21.000. Dus gewoon van supportniveau, weerstandsniveau naar weerstandsniveau kun je dat traden. En het zou mooi zijn als we dus deze rode lijn kunnen breken. Het probleem bij die rode lijn is, he, nogmaals, macro-economie is gewoon niet bullish. Uh, dus stel, we krijgen een mooie beweging. Hier, of bij die weerstandspunten, zal ik ook zoeken naar een short. Uh, om daar verder short te gaan. En ik verwacht nog steeds dat we nieuwe lows zullen gaan maken in de komende weken en maanden. Lagere timeframes, um, ja... Eigenlijk gebeurt er niet zoveel. Ook afgelopen weekend niet zoveel actie. Er was hier een soort van neerwaartse driehoek te zien. Die heeft zijn support hier verloren, heeft eerst een target gepakt, maar heeft nog niet doorgezet. Is nu weer die 100 moving average, sorry, 200 moving average, de gele lijn die we hier zien aan het testen. Ook de onderkant van die neerwaartse driehoek, 19.300, 19, is hier een punt voor de Bears en Bulls om te winnen. Op dit moment hebben de Bears nog, dus kunnen we verwachten dat we doorgaan zetten. Mochten we daar weer boven komen en ook deze neerwaartse lijn support maken, dus eigenlijk op deze manier, dan kijk ik naar de 19.600. Eventueel naar de hogere targets die ik eerder dus ook heb genoemd. Maar volgens nog moeten we nu verwachten dat de bears hier zullen gaan overnemen. En ik denk dat we meer actie zullen gaan krijgen richting de opening van de traditionele markt, de SP 500 vanmiddag. Wil je ook leren traden, dan kun je natuurlijk de gratis kennismakingscursus doen. Je leert wat traden is en daar komt helaas fresh weer. Um, dus doe die dan zeker. En als je meer wilt leren over het traden, je eigen analyses maken, handelen in cryptocurrencies deel 1 of deel 2. En je kan natuurlijk ook een weekje meekijken in de Premium Discord groep om te kijken of meer updates over de dag heen en elke dag wat voor jou zijn. FTX is de beurs waar ik het meest trade. Rechtsbovenin vind je de review over waarom dat is. De eerste 400 mensen krijgen 25 dollar gratis aan trading fees en 5% korting op je trading fees voor de rest van je leven. Bitcoin Focus is de nieuwsbrief eigenlijk eh, voor Bitcoin eh, mensen. Veel goed nieuws, veel fundamenteel, heel in depth. Dus als je dat wilt checken, kun je de affiliate link onder in de video-beschrijving vinden. Nog even Ethereum, voordat we deze video eindigen. Um, we zitten nog steeds in die Head and Shoulders. He, dus deze Head and Shoulders, die is al uitgebroken, heeft al een paar afwijzingen gehad. Maar we zitten hier ook, net als bij Bitcoin, eigenlijk vooral zijwaarts te bewegen. Die is hier consolidatie, must hold support voor de bulls, is hier de 1250. Masthold, weerstand voor de bears is de 1400. Kunnen we de 1400 aantikken? Dan zou ik daar kijken voor een short richting 1250 en dieper richting 830 ongeveer, wat het technische target is van deze Head and Shoulders. 1000 is ook een mooi rondgetal om wat winst te nemen. En even kijken, mochten we deze meteen breken, is dat ook een short natuurlijk. Mochten we vanuit hier deze consolidatiefase de 1400 breken, dan kijk ik naar de 1500. 70 ongeveer, en dat was hier support, hier support, hier support. En het is ook nog eens een golden pocket. En ook daar zou ik overigens dus weer zoeken naar een short. Jullie merken het al mij. ik ben vooral bearish. Um, en de macro-economie laat gewoon nog niks zien waardoor dat uh, anders moet zijn. Totdat we misschien die power pivot krijgen, waarbij de rente dus worden uh, verlaagd. En dat zien we gewoon nog niet. Dus tot die tijd gewoon de bearish pet op. Dat was het ook weer voor deze video. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Vragen kunnen natuurlijk onder in de video en ik zal mijn best doen om die te beantwoorden. En natuurlijk, zoals altijd, happy training, een hele fijne dag en tot de volgende video.